Want het RIVM komt vandaag met een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Ja, want we moeten er namelijk rekening mee houden dat we ook hier in Nederland te maken krijgen met het coronavirus. Vanaf vrijdag is het RIVM daarom aan het overleggen geweest van wat moeten we nu precies gaan doen. En waarschijnlijk komen ze vandaag met een speciale set maatregelen voor minister Bruins om te kijken wat hier gedaan kan worden. Gisteren werd namelijk bekend dat het virus ook opgedoken is in Oostenrijk. En ook Frankrijk heeft inmiddels al met het virus te maken. Zij gaan hun burgers nu weghalen uit Wuhan en de omliggende steden daar. En ook België overweegt om dat te doen. Maar of wij dat ook moeten doen, dat is dus nog niet helemaal duidelijk. We spraken erover met de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, Jaap van Dissel. Dat doen we door alert te zijn. Dat doen we door duidelijk te maken welke patiënten eventueel getest moeten worden op het nieuwe coronavirus. En ook door de protocollen klaar te hebben om zo iemand op te vangen. Dat betekent dat we de patiënt isoleren, zodat hij geen nieuwe gevallen van ziekte meer kan veroorzaken. En we moeten zijn contacten dan in beeld brengen. Ze moeten hen monitoren op hun gezondheidstoestand. En als zij ziek worden, ook direct isoleren. En dat lijkt op het moment toch nog steeds de meest geëigende wijze om de verspreiding van het virus in Nederland verder tegen te gaan. Mevrouw Jitsilgus, maakt u zich zorgen over dit virus? Ja, dit is natuurlijk heel erg eng. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ons goed laten adviseren door mensen die echt deskundig zijn en alert zijn. En dan stap voor stap doen wat nodig is om ons land veilig te houden. En ook niet in paniek raken, maar dat het eng is, dat vind ik ook wel. En meneer Segers, als het advies dan is, net zoals Frankrijk onze burgers terughalen, de Nederlandse mensen, dan zou u daarmee eens zijn? Wat mijn mening is, dat is niet zo belangrijk. Vooral de experts. Hier verlaat ik me volledig op virologen, mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Wat zij adviseren, dat gaat. Wat zij adviseren, en dat moet je doen, absoluut. Okay.